Hier in de gemeente Lopik verblijven 0 asielzoekers. De gemeente zegt dat er pas in 2026 mogelijk plek is. Dat is te laat volgens de wet. Maar ook dan zijn er opvangplekken nodig, dus die gaan we dan leveren. Inwoners staan er verdeeld in. Lopik is klein, maar moeten ze niet sneller aan de bak? Ik vind dat iedere plaats een paar mensen zou moeten nemen. Ergens snap ik het ook wel, want het is natuurlijk wel een kleine gemeente. Dus heel veel plek is er ook niet voor. Compleet gezin hebben we geen bezwaar, maar als je de mannen alleenig hebt, ja, dan krijg je vaak wel problemen. Ja, ik vind wel dat het wat meer verspreid zou moeten worden. Volgens de spreidingswet zouden alle gemeenten in de provincie Utrecht samen, volgend jaar 1 juli, ruim 8200 opvangplekken voor asielzoekers moeten hebben. Lopik iets meer dan 90. De gemeente heeft dit voormalig militair terrein op het oog als opvang. Omdat het in een natuurgebied staat, zegt de wethouder het niet zomaar te mogen gebruiken. Is er dan geen enkele andere plek in Lopik die ook geschikt zou zijn? Als je het over een AZC hebt, dan heb je het over een plek waar meer dan 200 mensen zitten, langjarig. Die heb je niet zo. Ja, je kunt zeggen, weilanden zat. Maar als je daar huizen gaat neerzetten, dan zakt het hier in die prut gewoon weg. Dan moet je gewoon een heel terrein geschikbaar maken. En de gemeente heeft niet zelf weilanden zomaar in de aanbieding. Voorlopig geen plek dus. Net als in een handvol andere gemeenten in de provincie. Daarom strenge woorden van de Utrechtse commissaris van de Koning. Ik heb het indringende verzoek gedaan om alles te doen wat in hun vermogen ligt om ook in de gemeente Lopik op korte termijn perspectief te krijgen op realisatie van asielopvang. Wij zijn er vrij eerlijk over geweest dat we meer tijd nodig hebben. Wij zijn zeker niet de enige. En als we uiteindelijk het resultaat hebben, dan doen we ruimschoots wat we moeten doen. Voor 1 november wil de commissaris weten hoe het met alle asielplekken in de provincie gaat.